pompoenrace. En voor de allereerste keer zal ook het meisjesmurfendorp meedoen. Dat werd ook wel tijd. Dit zijn de regels voor de competitie. 4 gemengde teams zullen meesmurven voor de overwinning. De gouden wagen wordt gebruikt door de winnaar van afgelopen jaar. Mag ik een applaus voor... Botigen! Botigen, ben je blij dat je in deze race een team vormt met smurfbloesem? Maakt me niet zoveel uit. Zelfs met een blinddoek om smurf ik deze race nog zonder problemen. Huh? Hou je ogen maar goed open. Anders mis je hoe andere deelnemers de finishlijn smurven voordat je er zelf bent. Klopt, Smurfstorm. Iedere bijrijder heeft een gedetailleerde kaart bij zich om de partner te helpen en obstakels te ontwijken. De twee wisselen halverwege van plek. Je hebt geluk, Smurfbloesem. Met mij heb je die winst zo gesmurfd. Oh, Botige, het maakt niet uit of we winnen of verliezen. Hmm? Het gaat erom dat je deelneemt. We zijn hier niet om deel te nemen. We zijn hier om te winnen. Mooi niet dat die arrogante Botige wint. Zorg maar dat je goed je best doet, domme Smurf. Waar is die kaart? Ben je gek gesmurfd of zo? We hebben er niets aan als je er van alles opkliedert. Rustig maar, Smurfstorm. Er is nog genoeg plek om te tekenen als je wilt. Wil je mijn pen gebruiken? Aangezien je een beginner bent, is het belangrijk dat je mijn aanwijzingen nauwkeurig opvolgt, toch? Maar maak je geen zorgen, Smurfin. Ik zal je wel even bijsmurfen met dit boek. De regels en statistieken van de pompoenrace. Ik ben blij dat we samen smurfen, Brilsmurf. Ik hou niet van racen, Smurf Lily. En ik hou niet van verkleden. Maar waarom doe je dan mee, Moppersmurf? Omdat ik niet hou van niet deelnemen. Oh. Laat de pompoenrace beginnen! De beste smurf winnen! Huh? Ik hou er ook niet van om te starten. Sneller, Smurfbloesem, sneller! Ik geniet van het uitzicht, Botige. Ha, mooi. Versnel maar als we die bocht daar nemen. Oké. Je zei dat ik moest versnellen, niet sturen. Hé, tortelduifjes! Stoppen jullie voor een picknick? Naar links! Maar Moppersmurf, ik zei naar links! Ik hou niet van links. Volgens mijn statistieken heeft de auto die aan kop rijdt bij de ingang van het bos 71% kans om aan kop te blijven bij de holle boomtunnel en 51% bij de ingang van het dorp. Oeh, de ingang van het dorpje. Wat een verrassing. Mijn beste luisteraars, de wagen van Brilsmurf en Smurfin is het eerste bij het kruispunt. Op de voet gevolgd door Smurfbloesem en Botige. Lekker bezig, Smurfin. Gas erop, we moeten Smurfin inhalen. Sneller, we moeten Botige inhalen. Smurf jij me nou? Je moest rechtdoor rijden. Huh? Oh, mijn lievelingsbloemen. Dan is een tussenstop niet zo erg, of wel? Ik zie jullie bij de eindstreep. Ben jij helemaal gek gesmurfd? Zo kunnen we zwaaien naar de anderen. Huh? Hallo, Smurfin. Domme Smurf, draai je onmiddellijk op. Oké. Nee, niet zo. Domme Smurf, achter het stuur in slaap gevallen. Snel, Domme Smurf, snel. Ha, we halen ze weer in. Hoofdstuk 504, middelpunt in de kracht in bochten. Zie je, dit is spannend. Volg mij, Azrael. Ik hou niet van tunnels. Verrassing. Nou, daar gaan we dan, mijn lieve Azrael. Nu hoeven we alleen.
alleen de anderen te volgen en zij zullen ons naar het vervloekte dorp brengen. De chauffeurs maken een korte pitstop voor ze van plek verwisselen. Alles is nog mogelijk in deze smurftastisch spannende race. Smurf, jij bent behoorlijk verbrand, zeg. Hij kan niet praten. Hij heeft een kriebel in zijn keel. En hij heeft zich oranje geschminkt vanwege Halloween. Ah, en jij bent verkleed als die vreselijke Gargamel. Hé, hey, wacht. Jullie moeten nu van plaats wisselen. Kom op. Rijden. Ben je weer bezig? Rechtdoor! Genoeg, jij haarbal. Ik rij wel weer. Die vreselijke Gargamel heeft zich in de race gesmurfd. We moeten op zoek naar een voertuig. Ha! Kijk, Moppersmurf. Ik hou niet van hagedissen. Smurf me nooit in, Smurfstorm! Niet zo snel! Anders smurfen we zo die kloof in! Laat het sturen maar over aan de winnaar! Hé, hey, trage slak, is dat alles wat je in huis hebt? Smurfbloesem, domme smurf! Niks aan de hand! Wacht even, we smurfen ons weer naar boven. Kijk! Tot ziens, losers! Zien jullie bij de eindstreep? Niet weggaan, we zijn zo terug! Ja, we komen eraan! Kijk wat je hebt gedaan! We zijn ze kwijt! Miauw, miauw, miauw. Is dat het enige dat je kunt zeggen? Dat had je ook eerder kunnen zeggen, jij achter... Wacht, zij weten de weg. Het geluk lacht ons eindelijk weer toe. Kappen! Onthoud dat jij een mopperkont bent. Stap in. Hoe meer, hoe smurfiger. Dank je, Smurf Lily. Gelukkig denk jij niet alleen maar aan winnen. Ik hou van je nieuwe kostuum. Smurferig Debri. Zie je, Smurfin, dankzij mijn intelligentie rijden we aan kop. Sorry, maar wat zei je? Oh, oranje is echt een goede kleur voor je, Moppersmurf. Huh? Hoorden jullie dat? Dat klonk als Azrael. Wat als Gargamel ons gevonden heeft? Dat gebeurt niet. En trouwens, we weten altijd te ontsnappen omdat hij zo dom is. Dat is waar. Gargamel is echt dom, hè? Nog dommer dan jij, domme smurf. En dat wil wat zeggen. Stilte, jij haarbal. Moppersmurf. Haarbal? Is het dorp nog ver? Deze race duurt wel erg lang, zeg. Kijk maar op de kaart. De kaart? Staat de locatie van het dorp daarop? Natuurlijk. Ieder team heeft er een. Jullie niet? We hadden er een. We zijn hem kwijt. Mogen we die van jullie lenen? Nee, domme smurf. Dit is Gargamel. Hij is gesmurfd in Smurf Lily. Nou, dank je. Kunnen we even stoppen? Ik moet naar de wc. Maar natuurlijk. Bedankt voor de kaart, idioten. Dat vervloekte smurfendorp is eindelijk van mij. Beste smurfluisteraars, er heeft een vreselijk ongeluk plaatsgevonden. Bloesem, wat is er gebeurd? Oh, het was een smurf aan straffen, maar domme smurf heeft ons gered. Gargamel en Azrael hebben onze wagen gesmurfd. Dat weten we. Haha, pas maar op, smurfen. Ik kom eraan. Wat is dit? Ik ga winnen!
onze helden. Die, ondanks dat ze lafhartig in de steek werden gelaten door hun partners, het dorp gered hebben uit de klauwen van die vreselijke Gargamel en Smurf Lily en Moppensmurf veilig terug hebben weten te brengen. Hoera voor onze helden! Jullie zijn er wel! Ja! Eerlijk is eerlijk. Wacht! Volgens paragraaf 64 in hoofdstuk 360 van het reglement kwamen wij voor hen de eindstrip over, toch?